ladies, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Me TV, baby. En yup, this happened. Moest wel echt gebeuren hoor, maar was niet de bedoeling dat het zo kort zou worden. Oh wel, ik moet er maar mee leren leven. Het groeit wel weer aan. Moving on. Vorige week mochten jullie stemmen voor de Apple Crumble Cheesecake of de party outfits voor dit najaar. En jullie hebben overweldigend gekozen voor de Apple Crumble Cheesecake. Wat me overigens helemaal niet verbaast. Want toen ik voor het eerst de foto postte op Instagram, toen waren jullie ook zo enthousiast. Dus dat ga je zien in deze aflevering. Mocht je voor de party outfits gestemd hebben, niet getreurd. Deze komen gewoon volgende week. Wait! Zoals altijd vraag ik je, vind je deze video leuk? Steek dan een duimpje omhoog. En misschien heb je het al gezien. Enterprise Me TV heeft bijna 5000 abonnees. Holy smokes. Dankjewel als je al geabonneerd hebt. En als je nog niet geabonneerd hebt, dan is dit het moment. Want we gaan natuurlijk gewoon een winactie doen. Oh my god, ik voel me echt gewoon een soort spelshowpresentator. Oké, turn it down. Ja, ik word gewoon heel enthousiast hiervan. Dankjewel als je hebt geabonneerd. En mocht je nog niet geabonneerd hebben, doe dat dan zeker nu. Want we gaan natuurlijk gewoon een winactie doen op het moment dat Enterprise Me TV op die 5000 abonnees uitkomt. Ik wil je vragen, laat in de comments achter wat jij heel graag als winactie zou willen zien. Budget is 100 euro. Weet toch, is crisis ouwe. Ik kan niet zomaar een Chanel Ferrari of zo halen. Laat me weten in de comment wat je wil hebben en dan ga ik voor jou shoppen. Een taartvorm met een doorsnede van 20 centimeter. 9 bastonjekoekjes. En 50 gram boter. 3 pakjes Monchou roomkaas. Het sap van een halve citroen. 1 ei. Een dopje vanille essence. Een halve cup suiker. 1,5 appel, een theelepeltje kaneel, een eetlepel suiker, nog een keer 3/4 cup suiker, 3/4 cup meel, 1/4 cup havermout en 40 gram boter. Verwarm de oven voor op 180 graden. Verkruimel de koekjes. Ik gebruik hiervoor een Ziploc zakje en een deegroller. Tadaa, koekkruimels. Strooi de koekjes in een beslagkom en doe de boter hier ook bij. Kneed dit nu door elkaar. Wanneer het één geheel is, druk je het deeg voor de bodem over de gehele bodem van de taartvorm. De bodem is relatief dun, dus je zal heel goed je best moeten doen om alles goed te verspreiden. Maar druk het gewoon goed aan en dan moet het wel goed komen. En zo hoort de bodem eruit te zien. Wanneer de oven is voorverwarmd, bakken we de bodem voor 10 minuten. Doe de roomkaas in een beslagkom. Daar gaat ook de suiker bij. En dit mix je goed door elkaar. Zodra dit een romig geheel is, dan gaat de vanille essence erbij. En het sap van een halve citroen. Dan gaan we dit weer door elkaar mixen. Zodra dit gemixt is, gaat het ei erbij. En dan gaan we weer mixen. Dit is de juiste dikte van het beslag. Voor de volgende stap scheppen we het cheesecake beslag in de taartvorm. Verdeel het beslag goed over de bodem. De volgende stap is het schillen van de appels. Snijd de appel vervolgens in kleine stukjes. Aan het einde hou je dus een halve appel over. Mocht je meer willen gebruiken, realiseer je dan dat de appel dan te zwaar wordt en echt in het cheesecakebeslag zakt. Persoonlijk vind ik dat niet zo lekker, maar misschien vind jij dat wel lekker. Voeg de kaneel toe en de suiker. En dit roer je door elkaar. Voor de crumble meng je de droge ingrediënten met elkaar. En dan voeg je de boter toe. Dit moet echt koude boter zijn. Ik heb dit geleerd van Foodloss omdat het bij mij misging. Ik gebruikte namelijk warme boter, want het keet natuurlijk veel lekkerder. Maar daardoor gaat het niet aan elkaar plakken en dan krijg je geen goede crumble. Dus koude boter gebruiken. Thank you, Francis. Het kruimelbeslag is klaar als je er gewoon echt zo'n hard klontje van kan maken. Maar dat het niet echt aan elkaar plakt. Verdeel vervolgens de appels over het cheesecakebeslag. Kijk, het blijft nu goed opdrijven. En dat is lekker, want dan heb je straks echt een laag cheesecake. Als laatste stap gaat het kruimelbeslag eroverheen. Ik vind het altijd leuk om eerst een klontje te maken en die dan zeg maar zo eroverheen te verspreiden.
Maak de klontjes niet te groot, want dan worden ze wederom weer te zwaar. En dan zakken de appels in het cheesecakebeslag. Dit is hoe de apple crumble cheesecake eruit ziet voordat hij de oven ingaat. We bakken hem eerst een kwartier op 200 graden, zodat de bovenkant mooi goudbruin wordt. Ik zag net dat hij te hard gaat, omdat ik hem deze keer net een treetje hoger heb gezet. Dus als je dit ziet, moet je stoppen. En ik zet hem nu op de lagere thee, waar ik hem eerder heb gebakken, auw. Maar nu dacht ik, hé, het is wat anders. En dan gaat hij een stuk sneller. Dus als hij goudbruin is, dan moet je de temperatuur terugdraaien naar 100 graden. En daar ga je een uur op bakken. De taart is nu klaar, maar ik laat hem in de oven afkoelen. En pas als hij helemaal afgekoeld is, dan gaat hij voor een nachtje in de koelkast. En dit is de cheesecake de volgende dag. En weet je wat het mooie is van apple crumble? Tada! Als je een paar niet zo mooie stukjes hebt, dan haal je ze gewoon weg. Oké, we gaan hem openmaken, want ik heb ook echt wel zin in die taart. Eén stukje is al wel heel erg machtig. Dus ik kan letterlijk maar meestal één stukje op en de rest van de taart geef ik meestal weg. Omdat het op zaterdag mijn YOLO-dag is. Horen jullie mijn stem trouwens? Ik ben echt mega verkouden. Oh, auw. Yay! Troepies. Om nog meer rotzooi te voorkomen heb ik hem even op een rooster gelegd. En dan ga ik hem nu aansnijden. Altijd een spannend moment. Mocht je deze apple crumble cheesecake gaan maken, zijn er wel 4 overwegingen die je in je achterhoofd moet houden. 1. Please wil je me taggen op Instagram of op Twitter als je hem maakt. Vind ik super leuk om te zien. 2. Als je hem maakt, moet je hem echt een dag van tevoren maken, want hij moet echt een nacht in de koelkast staan. Ik maak hem zelf bijvoorbeeld altijd op vrijdag en liet ik hem staan voor zaterdag, mijn YOLO-dag. Maar als jij bijvoorbeeld op een bepaalde andere dag wil maken, maak hem dan de dag van tevoren. 3. De besognebodem is relatief dun, wat heel irritant is zeg maar met uitsmeren. Maar als je hem dikker maakt, dan gaat de bastonjesmaak heel erg overheersen. Persoonlijk vind ik dat zelf niet zo heel erg lekker, maar dan weet je het in ieder geval, mocht je dat van plan zijn om te gaan doen. En 4. Ik heb deze apple crumble cheesecake letterlijk 5 keer gemaakt om hem te perfectioneren voor jullie. Maar op de een of andere manier krijg ik geen consistentie in de cheesecake laag. De ene keer is hij heel hard en de andere keer is hij romig. Terwijl ik de laatste 3 keer zeker dezelfde stappen heb gevolgd voor die vulling. De smaak is prima hoor, het is hartstikke lekker en hij blijft ook gewoon dik genoeg zodat de appels en de crumble er bovenop blijven. Maar dan weet je dat, mocht je bijvoorbeeld zo'n hele harde cheesecake verwachten als bijvoorbeeld de New York cheesecake, dat is het gewoon soms niet. De ene keer wel en de andere keer weer niet. Ik weet niet wat het is. Mochten jullie hiervoor tips hebben, laat ze achter in de comments. Jullie zijn vet slim. Elke keer helpen jullie me met dingen. Dus laat zeker weten als jij weet waardoor dit komt. Zoals altijd, dankjewel voor het kijken. Mocht je geabonneerd hebben, dan zie ik je gewoon volgende week. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan is dit het moment om dat te doen. Heb je niet gehoord van die winactie? Vergeet zeker niet om in de comments even te laten weten wat jij heel graag wil hebben voor maximaal 100 euro. En dan zie ik je volgende week. In deze video focus ik specifiek op voeding. En waarom op voeding? Omdat ik het idee heb dat er over dit onderwerp de meeste verwarring heerst over wat nou precies gezond is.